In deze eerste zaak van Bureau Brabant gaat het om maar liefst 6 inbraken in tankstations, een nachtwinkel en een supermarkt. Inbraken waarbij de daders maar één doel voor ogen hadden, sigaretten. En ons onderzoek loopt al even en we hebben daarin ook een heel belangrijk spoor gevonden. Maar daarover later meer. Eerst een overzicht. Tussen half december vorig jaar en 1 mei dit jaar is het in Waalwijk, Kaatsheuvel en Sprangkapelle 6 keer raak. De inbrekers gaan er steeds vandoor met duizenden sigaretten. Het zou kunnen dat het hier één dadergroep betreft die in wisselende samenstelling op pad gaat. Nou, de daders staan meerdere keren op beeld en we hopen natuurlijk dat er mensen zijn die na het zien van de beelden ons kunnen helpen met het vinden van de daders. Nou, de eerste keer is deze supermarkt in Waalwijk het doelwit. Niet één keer, maar 2 keer achter elkaar slaan ze toe, op 14 en 15 december. We gaan de mannen waarschijnlijk niet herkennen aan hun kleding, want ze dragen allemaal regenpakken. Let daarom vooral op dingen als postuur, houding en manier van bewegen. Ze weten precies waar ze moeten zijn. Als een goed geoliede machine gaan ze aan het werk. Ieder heeft zijn eigen taak. En binnen no time ligt een lakenzak vol met sigaretten. Klus geklaard. Het kost wat moeite, de poortjes door, de lakenzak moet mee, dan is het even wachten op nummer 3 en weg zijn ze. Dan is het een paar maanden rustig voor de sigarettendieven. Op 10 maart is het weer raak, dit keer bij een tankstation in Kaatsheuvel. Helaas geen beelden van die inbraak, maar wel van de inbraak een dag later, bij de nachtwinkel in de Grote Straat in Waalwijk. Die is op 11 maart aan de beurt. Met 3 man sterk weten ze de toegangsdeur te forceren. En weer gaan ze aan de slag. Honderden pakjes sigaretten verdwijnen, jawel, weer in een grote lakenzak. En let nu even goed op. Is dit nou de kleurrijke onderbroek van een van de daders of zijn shirt? Het zou toch mooi zijn als iemand dit iets zegt. Nog even wat chips erbij, voor onderweg misschien. Hoe dan ook, de buit is weer binnen. Dan duurt het niet lang voordat de 5e inbraak wordt gepleegd. Op zaterdag 21 maart hebben ze het Total Tankstation Waalwijk pal naast de A59 uitgekozen. Ook deze keer zijn het 3 inbrekers. We zien ze hier op het moment dat ze al binnen zijn geweest en eigenlijk alweer op de vlucht zijn. Maar het gaat niet helemaal lekker. De lakenzak is gescheurd en alles is eruit gevallen. Ze zetten alles op alles om zoveel mogelijk van de buit weer in de lakenzak te krijgen. Na een paar minuten zit het meeste er weer in en gaan ze er vandoor. Later bleek dat de daders waarschijnlijk via het hekwerk bij de A59 het terrein op en af gegaan zijn. Dan duurt het weer een paar weken. Op 1 mei komt opnieuw een tankstation in het vizier van de inbrekers. In Sprangkapelle dit keer, op vrijdag 1 mei. Deze keer zijn ze met z'n tweeën. Door de ruit van de voordeur te vernielen komen ze binnen. Ze maken zich kennelijk niet zo heel erg druk over een alarm, want ze nemen de tijd om de lakenzak te vullen. Je begint zo langzamerhand hun werkwijze te herkennen. Deur forceren of ruit eruit, lakenzak mee naar binnen en zoveel mogelijk sigaretten erin. Via het gat in de deur gaan ze er weer vandoor. De totale schade loopt in de tienduizenden euro's. Door de enorme hoeveelheid gestolen sigaretten, maar ook door alle vernielingen die de inbrekers aanrichten. Nou, we hebben in het onderzoek inmiddels een heel belangrijk spoor gevonden, namelijk DNA. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Maar we willen dat spoor graag aanvullen met meer informatie. En daarom is uw hulp daarbij erg belangrijk. Daarom ook aan u de vraag, heeft u vermoedens over deze zaak, over wie er bij de inbraken betrokken zijn? Of misschien denkt u iemand te herkennen van de bewakingsbeelden? Zoveel sigaretten zullen ze ook kwijt willen. Nou, is u nou opgevallen dat ergens sigaretten voor een onwaarschijnlijk lage prijs te koop worden aangeboden? Nou, dan klopt er iets niet. Laat het ons dan weten. Dit is een compilatie van bewakingsbeelden waarop u meerdere inbrekers ziet. Ze sloegen toe in de periode half december 2019 tot aan zeker 1 mei van dit jaar. Het is de daders om sigaretten te doen, elke keer weer. Tienduizenden euro's aan buit en materiële schade. De politie heeft dan een belangrijk spoor naar één van de daders en dat is zijn DNA. Maar omdat één spoor niet altijd genoeg is, blijft ook uw hulp onmisbaar.
Check deze beelden, ook op de website, en laat van u horen als u kunt helpen de daders te vinden. Tippen doet u via de nummers in beeld en kan ook via het tipformulier op onze site. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.